Heel goedemorgen, welkom bij deze marktsupdate van BNP Paribas. Dit keer kon de opmars halverwege de sessie niet leiden tot groene koersen. De NASDAQ leverde 2,3% in, SP 500 1,2% en alleen de Dow Jones hield de schade beperkt met min 0,2%. Beleggers wachten nerveus op het rentebesluit van de Federal Reserve Bank vanavond, en ondertussen is er weinig steun voor de markt vanuit de bedrijfscijfers. Althans, beleggers reageren vooral negatief. IBM was een uitzondering en trok 5,5% aan na de publicatie van de resultaten. Na beurs liet Microsoft sterke cijfers zien: het bedrijf profiteert nog steeds van de groei in clouddiensten. Ook platform Azure zag de omzet sterk toenemen. Er werd 51 miljard omgezet in het laatste kwartaal en daar kwam een netto-winst van 18,8 miljard uit voort. Het aandeel leverde desondanks terrein in. En de spanning rondom Oekraïne blijft de prijs van olie en goud stuwen. De Aziatische markten bleven dicht bij huis. In Australië en India bleven ze zelfs gesloten in verband met de Nationale Feestdag. Futures in Amsterdam duiden vanmorgen op een iets hogere opening. En de Deense windmolenbouwer Vestas komt met een update en stelt de schatting voor de omzet naar de onderkant bij. De EBIT-marge gaat van 4 naar 3 procent, waar eerder nog op 7 werd gerekend. Een cyberaanval en sterk gestegen grondstofkosten hakken in op de resultaten. En de verwachting van de Federal Reserve Bank-sessie vanavond is een aankondiging van de eerste rentestap voor de bijeenkomsten in maart. Ondertussen blijft men het opkoopprogramma afbouwen. Op de agenda vandaag groothandelsvoorraden, nieuwe woningverkopen, olievoorraden en dus natuurlijk het rentebesluit en toelichting. Na beurs ook cijfers van Intel en Tesla. En Jeffries zet koersdoel PostNL omlaag naar 4,5 met een koopadvies. Chris Suisse zet Philips lager naar 32,5, maar advies blijft neutraal. En dan Barclays zet Unilever op kopen, uh, sorry, op houden koersdoel 55. Citi zet Unilever op kopen, koersdoel 53,80. En UBS zet Unilever op verkopen met een koersdoel van 44,25. En Deutsche Bank zet Just Eat op kopen, koersdoel 93,90. Mokken Stanley, tenslotte, set proces opkopen met een koersstoel van maar liefst 122 euro. En morgen is er weer een markets update van BNP Paribas.